Hey dames en heren, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is vandaag donderdag. Eerder dat je die video ziet is het natuurlijk een andere dag. Vanmorgen mijn dochtertje weer naar de opvang gebracht. Die is weer lekker bij mij tot en met dinsdag. En ik denk van nou, we hebben vandaag weer een mooi ritje, dus we pakken de camera er maar weer bij. Ik rijd nu in Rotterdam. Ik heb net gelost bij de Gamma in Schiedam. Heb je in een andere video wel ooit al een keer kunnen zien. Nu gaan we naar de Gamma in Rotterdam Blijdorp. Ben ik ongetwijfeld ook al wel een keer geweest. Wel op beeld of niet op beeld, ik weet het niet. Dan hebben we het tuincentrum Slingeland in Zevenhuizen. En dan gaan we terug naar Woerden. Daar heb ik nog twee adressen. De Gamma en Ivar van den Berg. Geen idee, maar een van die twee ga je dan ook nog zien. Dus ik zie je straks. Als je het niet zo goed weet, dan twijfel je of je wel hier door de slagboom heen moet. Maar ja, dat moet echt. En dan rij je zo links om het gebouw heen. En dan zit daar achter het blaadje los. Tenminste, een paar maanden geleden was het nog zo. Nou, dat wordt weer even wachten. Dan gaan we maar even een broodje maken. En dan kunnen we zo meteen lossen, denk ik zo. Nou, 40 minuutjes verder en we kunnen gaan lossen. Dus laten we dat maar gaan doen. We'll be right back.
Zo, dat liep als een kogel. Nou gaan we als de brandweer naar de Slingeland tuincentrum. En dan gaan we even naar Woerden. Hartstikke, ik zie je zo. Zo lekker krap hier om eruit te rijden. Nou, we zijn er aangekomen, dus we gaan hem even lossen. Bedankt.
Je hebt deze. Ik weet niet wat het is, joh. Wat voor bedrijf. En laat hem maar even zo staan, dan klim ik al weer een keer achterin. Woerden, Ivar van den Berg. Ik heb mij net laten vertellen dat het een of andere drankengroothandel is. Ik kom zelf uit Woerden, maar het zegt mij even niks. Dus we gaan het meemaken. Nou, met lossen hier niet zoveel gezien, want ik kan dus die GoPro niet meer erop klikken. Want ik heb mijn eigen pompwagen weer niet. Dus ja,
Dan houdt het gauw op. Hè. Dit is een doodlopende weg. Dus we steken even het kruispuntje over. Even illegaal zo. Onder het mom van ik hoop dat andere auto's ook remmen hebben. Gamma, daar wilde ik jullie eigenlijk niet mee naartoe nemen, want we hebben natuurlijk al 3 gehad en het palletje van de Gamma, dat is zo'n klein palletje, dus die heb ik al achterop neergezet. Dus ik doe daar de deur open, dan komt hij met de heftruck dat dingetje eruit scheppen en klaar is Kees. En dan ga ik naar de zaak, die zit daar ook weer om de hoek. Daar ben ik mooi om 4 uur terug en dan ga ik lekker weekend houden. Met mijn kleine vriendin. Dus dat is natuurlijk altijd leuk. Vond jij dit een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. En laat zeker even in de reacties weten wat je ervan vond. Ik zou het heel erg leuk vinden als je even op abonneren drukt. Heb je geen account op YouTube? Maak dat dan. Dat is helemaal gratis. En ja, abonneren zou ik zeggen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En ik hoop je de volgende keer weer terug te zien.